mensen van Bayon Town, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag een nieuwe XXL Giga Gameplay. Vandaag spelen wij Braid, het staat al heel mooi in beeld. Het is een indie game en het is niet Minecraft. Want ja, misschien dacht je, ging meteen het indie game belletje rinkelen van ding ding ding. Nee, dit is echt een van de eerste indie games die echt wereldwijd die echt een grote knaller is geworden. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord tot een tijdje geleden. Ik ging namelijk een film kijken. Echt een aanrader, die heette Indie Game The Movie. En dat laat eigenlijk zien wat voor stress de makers van dit soort games wel niet hebben in hun leven. Echt, je hebt mensen die konden dan bijvoorbeeld op een bepaalde stand op een E3 staan, maar dat ging op het laatste moment niet door. En daar hebben ze een jaar naartoe gewerkt en die breken helemaal uit, weet je. Gasten die echt drie dagen lang niet geslapen hebben omdat de game morgen af moest zijn. En daar zat ook de maker bij van Braid. En die heeft deze game gemaakt. Dus eigenlijk gewoon een hele normale platformer met één twist, waardoor die geniaal is. Weet je, je hebt Prince of Persia Sands of Time. Zou waarschijnlijk voor veel mensen jullie wel een belletje drinken. Als je dan wat verkeerd doet, dat je gewoon een tijdding en dan kon je gewoon de tijd voor van een paar seconden geleden terugdraaien. Om je fouten te fixen. In Braid kan dat zo vaak als je wil, ieder moment. Kijk maar zo van, oh, ik spring hierheen. Nope, toch niet. Oh, ja, toch wel. En dat maakt deze game gigantisch geniaal. De hele game berust op kleine momenten terugreizen in de tijd. En ik ga dat zo meteen even laten zien. Ik heb ook alleen maar het eerste leveltje gauw doorgespeeld. En die man die Braid heeft gemaakt was voor mij zo overstressed en vond indie games maken zo kut. Hij heeft deze game gemaakt en heeft daarna nooit meer een indie game gemaakt. Kijk, even die kleine... Hoppa, 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 hoppa. Maar als ik bijvoorbeeld doodga... Zo van da-di-da-di-da. Wacht, even omhoog. Oh, jammer nou. Oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Ik pak ook nog een puzzelstukje op. Oh nee, ik ben dood. Hoppa, en ik leef weer. Deze game is gewoon zo simpel, maar daarom ook zo awesome. De awesomeheid van deze game zit hem puur in hoe simpel deze game is. Wat ik moet even. Ik heb allebei die mannetjes nodig om bij dat puzzelstukje te komen, dat weet ik wel nog. Even stoppen, jongens, rustig. En dan die ander. Nou, kut. Oh, nee, kut. Wacht, kijk, dit is handig. Oh, ja, dit wordt niks. Dit wordt niks. Ja, nee, kut. En dan ga je gewoon weer terug. Man, ik ben hier zo slecht in. Nu al. Het begint nu al. Ik wil dit puzzelstukje gewoon, jongens. Is het nou zoveel gevraagd? Ja, eigenlijk wel. Terug, kom maar weer terug. Ze komen ook vanzelf weer uit de kanon, maar dat duurt even. Ja, ik heb hem! Ik vraag me af, als ik nu terugspoel, of ik dan ook weer het puzzelstukje kwijtraak. Maar daar durf ik geen uitspraak over te doen. En dit was dan level 1 van Braid. Leuk, hè? Nu zijn we bij... De wolkenbrug. Ik ben ook echt bij dit level gebleven. Dus dit is eigenlijk het enige wat ik weet van deze game. Kan ik hier niet langs? Oké, daar moet ik een sleutel voor hebben waarschijnlijk. Oké, dan. Wee. Oh, daar is een sleutel. Hey. En dan moet ik zeker terug. Ja, kijk. Oh nee, dan heb ik de sleutel niet bij me. Dat is niet handig. Dan ga ik maar gewoon zo terug. Kan ik ook een trap op? Ja. Fantastisch. Nou, ik weet hoe een sleutel werkt sinds net. Dit is goed. Kan ik hierop staan? Ja, dat kan. Oké, nou. Het makkelijkste puzzelstukje van mijn leven is binnen. Hij ligt namelijk op de route. Zoiets heet een route. En daar ligt hij op. Oké, hoe werkt dit? Dit ziet er uitdagender uit. Nee, veel mee. Yay, nog een puzzelstukje. Oh, kijk, hier wordt ook echt een puzzel gemaakt. Oké. Ziet er al niet echt goed uit, man. Oké, ik mag ze zelf neerleggen. Mag ik dat met mijn muis doen? Ja, oké. Laten we eerst dit hoekje neerleggen. Bam! Keihard neergelegd. Ander hoekje. Deze puzzel ga ik heel hard maken, hoor. Ik vind trouwens sowieso het mannetje die je speelt in Braid, vind ik zo'n leuk mannetje. Hij is gewoon een leuk mannetje. Nee, dat ga je niet ontkennen nu, toch? Kun je zo nog draaien? Nee. Kun je puzzelstukjes draaien, want dat zou mijn hele opvatting van deze puzzel veranderen namelijk, als je dat maar weet. Of kun je alleen... Kun je de plaats van puzzelstukje veranderen? Ik weet niet. Waarschijnlijk zit deze in het midden dan. Deze zal ergens boven moeten zitten. Wordt helemaal niks. Oké. Ja, maar dit moet toch hier, of niet? Of je moet hem kunnen draaien. Ik snap het niet. Stop maar met deze puzzel. Kom er nu al niet meer uit. Oké, we gaan lekker verder, alsof er niks aan de hand is. Hey, kijk, nog meer puzzelstukjes. Hoe kom ik daar ooit? Oké, jongens, ik ben zojuist de... Wacht, ik ga wel gewoon even helemaal terug. Even heel hard die shift-knop indrukken. Dit gaat even duren, maar dan heb je ook wat. La-di-da-di-da-di-da. En dan ga ik als het goed is. Ik weet niet of ik dan helemaal die puzzel blijf wachten. Waarschijnlijk niet. Kijk. Ja, en ik ben weer boven. Oh, man. Nee, wat moet ik hier... Oh, ik denk dat ik gewoon naar die deur toe moet. Ik kom hier in ieder geval niet overheen. En die puzzel kan ik nog niet oplossen. En dat stukje daar kan ik ook niet pakken. Nou, dan gaan we lekker verder. Ik ga niet proberen alle puzzelstukjes te pakken, hoor. Ik ga gewoon proberen een beetje door deze game heen te komen. En dat jullie misschien een idee hebben van... Wow, dit is hoe een XXL gameplay werkt. Wat intens. Eigenlijk wist je al een XXL gameplay werken. XXL gameplay is altijd een beetje een verkooppraatje, weet je wel. Van, oh, is dit een game die ik zelf wil spelen? Want je gaat een uur gameplay zien en dan kun je een mooie conclusie trekken. Van, hé, dit ga ik doen.
Of dit ga ik niet doen. Oké, nou wordt het moeilijk. Oh, waarschijnlijk moet ik een van deze deuren heen of niet. Of nee, dan ga ik weer weg. Hoe kom ik daar? Waarschijnlijk heb ik die mannetjes nodig. Vooral die laatste, denk ik, die ik heb doodgemaakt. Even wachten. La-di-da. La-di-da. Het ziet er zo grappig uit om jezelf terug te spelen. Nou, waar is dat mannetje? Daar is hij. Nee! Kom terug. Goed zo. Ik denk dat ik deze man nodig heb. Komt-ie maar, meneer. Komt-ie maar. Ik denk dat ik op hem spring, zo, op het juiste moment. Dat ik dan niet aan de overkant kom. Nee, dat dacht hij net aan. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Oh, misschien heb ik al dat man... Oh man, dit wordt helemaal niks. Ik kom er echt niet. Ik kan ook niet in mid-air dan in één keer... Nee, ik val al. Ik kan niet, zeg maar, in mid-air nog in één keer... Allemaal dingen... Nee. Nou, ik ga maar weer weg dan. Het komt op neer dat ik nu al niks meer snap van deze game. Daar komt het uit. Nou! 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 Dit is het beste mijn gevoel van deze over deze game. Oké, hoe zet ik deze switch om? Buitje omhoog. Oké, toppie. Maar alsjeblieft niet dood, kanon. Ik weet dat je de mannen... Oeh, pas maar op jij. Sterf maar, irritant mannetje. Oké, dan. Oh, wacht eens eventjes. Dan ga je deze sprong natuurlijk even anders maken. Zo. Oh, bijna. Wacht. Hoppa. Kijk, ik gebruik het fantastische mechanisme. Ongeveer. Ja, verdorie. Komt een mannetje aan, Rick. Dat wil je niet. Hier naar links. Naar links. Dankjewel. Ik vind het concept gewoon van het terugrollen van de tijd vind ik zeer super mega intens. Oké, we gaan weer omhoog. La-di-da-di-da-da. En dan ben je hier. En daarboven ligt nog een puzzelstukje. Voor die ene puzzel die je toch nooit gaat compleet krijgen omdat je in de sukkel bent. Oh, die puzzel. Die ken ik wel. Ik probeer maar gewoon verder te lopen. Je weet niet wat dat wordt, hè. Oh, kut. Shift, ja. Oh. Ik kan beter gewoon die hele trap maar af. Weet je, dit wordt niks. Ja, beter. Dankjewel. Komt u maar, meneer. Goedemiddag. Wil je nog dat ik ergens over praat? Of moet ik gewoon maar een beetje... Komt u maar, meneer. Goedemiddag. Is dat al voldoende? Oh, sorry, plant. Dat was niet de bedoeling. Ik dacht, je bent wel klaar met uitsteken en een plant zijn. Maar nee! Het leven viel tegen. Het plantenleven. Nou, vlag. Bam! Dinosaurusje. Het spijt me, maar de prinses is in een ander kasteel. Oh, Mario-referenties. Of misschien heeft Mario wel een Braid-referentie. Nou, dat was daar voor één. Mooi puzzel heb je daar, Rick. Toppie gedaan met die puzzel. Nou, dan ga ik lekker naar wereld 3, joh. Dit is trouwens verhaallijn. Het gaat over Braid en die heeft iets geneukt. En ja, toen was het leven kut of zo. Ik heb geen idee. We gaan gewoon lekker verder. Oké, dit mannetje heeft een sleutel. Dat staat me niet zo aan, mannetje. Oké, is deze sleutel nou... Wacht even, zo. Ja, precies. Deze sleutel neem je wel mee als je terugreist in de tijd, want dit is een... Oké, dus het verschil is, deze sleutel is geenchant, zie je, met dat groene. En dat betekent dat je waarschijnlijk wel mee kan nemen in de tijd. En een niet geenchante sleutel, als je dan terug gaat in de tijd, dan laat je die sleutel weer liggen. Oké. There and back again. Ik ga in ieder geval... Oh nee, ik zie het altijd... Nee, dat was niet de bedoeling. Ik wil het level behalen. Terug. Mag je terug, please. Volgens mij is de moeilijkheid van dit level dat de deur dichtvalt. Zie je dat? Als ik nu zeg maar omhoog ga... Ieder moment dat ik eenmaal bij de sleutel ben, dan is mijn deur dicht. Zie je wat ik bedoel? Dan hoef ik alleen maar terug te spelen. Want die deur gaat dus dichtvallen, waardoor ik er niet langs kan. Als je terugspeelt in de tijd. Nu moet je terugspelen in de tijd. Je kan ook teruglopen, alleen dan is die deur dicht. Tadaa! Puzzelstukje! Later, bitch! En in principe had je dat stukje ook weer terug kunnen doen met tijd. Maar ik was zo super mega snel. Ik had nog tijd over, joh. Nou. Deze game is fantastisch. Voor de mensen met interesse trouwens. Je kan deze game gewoon kopen op Steam. Dat kan, als je daar zin in hebt. Oh, man. Hop. Oh, man. Oké, die wolk... Oh, de ene wolkje is magisch. Die gaat niet mee met de tijd. Dat is vet handig. Ga maar. Ta-da-da-da. Vet leuk. Vet leuk. Ik ben vet enthousiast. Jullie hebben doorkijkers van... Wow, waarom is Rick en ik zo... Oeh, vet leuk. Oeh, waarom gaat dat van niks zo snel? Ben ik ooit zo enthousiast geweest überhaupt? Nee. Nou, eigenlijk niet, hè. Oké, hoe gaan we dit oplossen dan? Ja, kijk, je moet even wachten op die betoverende wolk. Kom maar, betoverende wolk. Ik wacht op je. Voor altijd. Tadaa. Zo kom je langzaam verder. Waarschijnlijk spant hij nog steeds betoverende wolken. Dus ik kan gewoon weer wachten. Kom maar, betoverende wolk. Ik wacht op jou. Ik wacht op mijn betoverende vriend. Betoverende vriend, betoverende wolk. Je kent het wel. Iedereen heeft een betoverende wolk in zijn leven. Ja. Ik hoop dat hij nu wel komt. Kom maar, betoverende wolk. Ah, daar is hij al. Mijn betoverende wolkenvriend. Yay! Wip!
puzzelstukje! Sommige levels, als je niet voor de puzzelstukjes gaat, is het trouwens heel makkelijk. Dan kun je gewoon naar links en rechts lopen en dan ben je klaar, dus ja. Soms is het wel handig om een beetje met die puzzelstukjes te kutten. The ground beneath her feet. Laat het bik. Ik vind het trouwens wel mooi. Het zijn stekels die ook nog eens in de fik staan. Zijn maar over overkill gesproken. Oké, ik snap het niet. Oké, daar is de sleutel, joh. Huh? Hoe kom ik daar ooit bij? Moet ik kleiner worden of zo? Wacht, ik denk dat ik het weet. Wacht. We gaan heel ver terug in de tijd. Naar een tijd waarin alles nog anders was. Jullie weten waarschijnlijk wat ik aan het doen ben. Ik denk dat ik dat mannetje moet spannen. Nog in de tijden. Heb ik die hendel? Ik weet niet of het overhalen van die hendel gaat niet mee in de tijd. Nee. Hou je mond, hond! Oké, wat ik nu ga doen is. Ja, precies. Daar komt dat mannetje weer terug. En die gaan we nu die sleutel laten pakken. Aha! Dit vind ik leuk! Je komt de level binnen. Komt eraan, mannetje, die gaat dood. Blijf dat je. Wacht! Nee! Kom terug. Wacht, ik denk dat ik het mannetje gewoon dood moet maken. En dan krijg ik die mooie sleutel. Doe ik zo en dan kan ik naar het slot. En wat vind ik daar? Een puzzelstukje. Ik heb nog steeds trouwens geen idee hoe ik die puzzelstukjes van het eerste level moet halen. Maar dat zal wel. In de tweede level ben ik veel beter in puzzelstukjes. Want daar zit er nog een soort van logica in. Oké, we gaan verder. We gaan verder op onze reis. Dat stel ik wel op prijs. Ik zing omdat ik blij ben met dit spel. Oké, wacht. Nu moet je snel zijn. Kijk, hoe gaan we dit doen? Want nu komen we niet bij de puzzelstukje natuurlijk. En dit ding is niet beïnvloed door de tijd. En ik ben beïnvloed door de tijd. Wacht eventjes. Als ik nou... Ja, ik loop nu hierheen. Hier komt hij hoor. Ik loop hierheen. La-di-da-di-da. Dan loop ik weer terug. Dan haal ik die hendel over en dan spoel ik de tijd terug. Want dan sta ik in één keer midden in de lucht. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Ga het nu zien. Oh, dan kan ik er niet eens meer bovenuit komen. Oh, kijk eens aan. Ik hack. Hey, ik loop door de onzichtbare lucht. Oh nee, kut. Onzichtbare luchtheks. Yay, dat is leuk. Ik vind het zo leuk. Mijn brein is helemaal gekieteld. Wee, ik loop over de lucht. Tijdhacker. Oké, dan moet ik wel even naar beneden trouwens. Ja, even die hendel overhalen. Ik ben zo verliefd op deze game. Kijk, dit vind ik zo tof aan indie games. Persoonlijk, hè. Ik speel niet heel veel indie games, maar ik ben een gigantisch indie fan. Weet je, de game is zo simpel. Indie developers zijn ook met een klein groepje vaak. En die moeten dan... Indie games zijn niet gebaseerd op, de graphics moeten fantastisch zijn. Nee, de game moet gewoon leuk zijn, omdat er een bepaald grappig iets in zit. En dat is hier gewoon, zeg maar, tijdreizen. Want voor de rest, de game is grafisch niet fantastisch. De engine zal ook wel niet altijd moeilijk zijn. Weet je, ik kan zo de Super Mario engine pakken en flikker er wat dingetjes aan en op. Zo werkt het ook weer niet. Ik ben helemaal niks aan developen, hoor. Daar niet van. Oh, nee. Oh, fucking konijntje. Liet me schrikken, man. Liet me schrikken. Oké, ik ga weglopen. Ik ga nu even weglopen, als je het niet erg vindt. Ja. Fucking konijntjes. Sterf, konijntje. Sterf. Oké, hier ligt een puzzelstukje. Oké, hoe kom ik daar? Volgens mij heb ik dat mannetje nodig die ik daarnet zag. Ik weet niet. Hoe kom ik hier? Er moet een logica achter zitten. Dat snap ik ook nog wel. Nee, dat werkt niet. Ik zie wel een konijntje. Dat is iets. Hey, fucking konijntje. Fucking konijntje. Misschien moet ik alle konijntjes doodmaken. You never know. Je weet maar nooit. Ik zag in ieder geval wel dat groene mannetje daar. Hierboven was een groen mannetje. Ik denk dat we daar wat mee moeten doen. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Wacht. Ja. Oh, hij gaat iedere keer dood. Misschien moet ik hem helpen met tijdreizen of zo, dat hij niet dood gaat. Even kijken hoor. Ja, kijk. Ik moet het zo houden dat hij kan lopen. Zie, oh, dit is vet grappig. Dit is vet leuk. Ik sta alleen niet goed in beeld nu momenteel, maar kom op. Oh shit! Kom hier, groen mannetje! Nee, hij wordt niet beïnvloed door de tijd! Oh man, dit is moeilijk! Oké, dit is dus super moeilijk. Alleen, eigenlijk moet je dus dat groene mannetje helpen hier te komen, zodat je op zijn bek kan springen. Oké, ja. Fucking Rick. Nee! Oké dan, hoe gaan we dat doen? Oh nee, kut. Ik snap het al, je moet natuurlijk ook ondertussen van deze kant komen. Ja, als je van deze kant komt, dan kom je tegelijkertijd met het groene mannetje hier. Dat is natuurlijk handig. Kom maar, groen mannetje. Kom maar. Kijk eens aan. We did it. Ik ben zo tevreden. Ik voel me intellectueel goed, weet je. Iedereen zit buiten, lacht maar ik. Kom op, we hadden al langer door de samoes. Maar ik heb het gevoel dat ik iets kan. Het eerste puzzelstukje heb ik waarschijnlijk weer gemist.
Stop met achter me aan zitten, boze tering konijnen. Sterf, goed zo plant. Gerechtigheid is geserveerd op een lekker bordje. Oké, dit wordt moeilijk. Oh ja, zoals ik al zei. Dit wordt moeilijk. Oh ja, zoals ik al zei. Pop. Oké, die konijnen gaan wel dood, toch? Haha, brandende konijnen. Brand, konijnen, brand. Oké, oh wacht. Oh wacht. Ah, ik zit nog midden in een sprongetje, dus ik moet even. Nee! Kut! Fucking, overal. Het is zoveel chaos. Ik kan dit niet volgen, hoor. Ja, precies. Ik had toch gehoopt, die kogeltjes gaan we zo meteen gewoon missen. En dat deden ze. Er zit nog één konijntje achter me aan. Een ernstige, super mega epische achtervolging. Oh, ik dacht dat ik al een stukje gemist had. Maar dat stukje kwam pas op het einde, joh. Oké, wat moet ik hier tegen doen dan? Zo dan maar, denk ik. Ja, gewoon even wachten. En ook het konijntje op laten rotten. Zo, gaan we weg. Hoe doe ik dit? Nee, help. Oh, je kan er gewoon overheen springen, joh. Nee, daar niet. Huh? Huh? Kan je op zo'n bom springen? Even checken, hoor. Even checken. Nee, terug. Verder terug, Rick. Maar ga je gewoon dood als je erop springt? Ja. Dus ik heb eigenlijk nog iets van een mannetje nodig of zo hier. Oh, daar is de kanon met van die mannetjes. Zie je dat? Zie je, die hebben geen last van de tijd. Wat moet ik daarmee dan? Zie je, er moet iets zijn met dit kanon hier. Wacht, ja, wat? Oh ja, ja, je moet zo'n mannetje kapot maken. Je hoort toch elkaar weer kapot te maken zo? Oh, ik dacht dat je daarmee ook die twee kapot kon maken met elkaar zo, bats. Ja, precies, en dan moet je lopen. En moet je de volgende ook kapot maken. Zie je? Dit wordt wat hoor, dit wordt wat. Ga maar kapot. Je moet ze dus tegen elkaar wegstrepen zo. Totdat je een hele reeks balletjes hebt weggestreept en dan kun je doorlopen. Denk ik. Is mijn theorie. Is mijn. Kom op. Come on. Ga maar door. Ik weet niet. Het lukte me net nog een keer om zo'n balletje kapot te maken. Dat leek er namelijk wel gigantisch erg op. Oké, kom op. Kom op, Rick. Je kan dit. Ik kan het ook gewoon opgeven hoor. Ik geef het op. Dat is optie 2. Ik geef het op. Het heeft wel daarmee te maken hoor. Voor de rest is het echt niet te doen. Nou, dan gaan we lekker naar de deur. Helemaal voor niks. Allemaal leuke dingen geprobeerd. Allemaal goede, toffe, mega supercoole strategieën. Oké, dit is onomkeerbaar. Oftewel, ik kom erop neer, ik ga dit verneuken. Kut konijn. Hè? Oké, ik zie daar wel een deur. Oh, die deur die gaat. Oh nee, ik zie het al. Het is een tijdlevel. Oh nee, ik heb het nu al. Ja, ik heb het al verpest. Wacht, ik kan misschien even erin en eruit. Kijk, deze deur gaat omhoog. En die blokkeert die schijf, zie je dat? Het heeft iets te maken met die groene deur die langzaam omhoog gaat. Want die kun je niet terugdraaien. Die is onomkeerbaar. Want daar heeft mijn tijdsding geen effect op. Oh, fucking. Je moet hier dus niet te veel kloten, hè. Want als je hier te veel kloot, dat kost je tijd. Oh, fucking. Nee. Jongens, ik heb hier geen tijd voor deze bullshit. Fucking. Nee. Fucking konijnen. Fucking. Stomme plant. Fucking stomme plant. Ik heb het al lang al gemist, of niet? Ja. Dude! Probeer mijn werk hier te doen. Fucking veel te veel mannetjes. Jij bent al veel te laat, maar... Het was te proberen, hè. Oh, man. Het is wel moeilijk soms, hoor. Ja, ik ben nou een beetje... Ja, ik zit tegelijkertijd op die plant en op deze irritante mannetjes. Nou. Dit is verschrikkelijk. Nou, in ieder geval, dat is wel wat je moet doen. Je moet heel snel hierheen. Ja. Je moet heel snel hierheen. Want anders... Ik weet niet, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe moet je dat doen? Je moet die brug uit laten klappen. Alleen als je de tijd stilzet... Ik weet het niet! Fucking te moeilijk dit. Ik kan ook gewoon heel lang terugspoelen. Als het goed is kun je met het pijltje omhoog, ja, kun je de tijd waarmee je terugspoelt te vergroten. Zie je dat? Kijk, maal 2. Oh ja, als je doodgaat moet je automatisch op shift drukken. Dat is waar ook! Kut. Twee mannetjes tegelijk, niet eerlijk. In ieder geval, ik ga gewoon lekker verder, want ik vind het helemaal niet leuk meer. Te veel moeite. Kijk, ik ben dol op moeite doen. Soms, als ik er zin in heb. Maar niet altijd. Oké, wat is dit? Interessant. Het ziet ernaar uit dat ik de juiste sleutel niet heb, of wel? Want hier moet ik dan een enchanted sleutel voor hebben. Oh, oké, dat werkt gewoon. Oh ja, en deze deur die blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. Dan moet ik weer terug, maar dus dat ik de sleutel weer in mijn handen heb. En dan blijft die deur waarschijnlijk open. Kijk eens aan! Oh, dat vind ik leuk! Dat vind ik leuk! Oh, er zijn er beneden nog meer sleutel, joh.
Ja, maar deze deur gaat gewoon weer dicht, toch? Als ik door de tijd reis. We gaan het nu zien. Hé, hey, leuk, je hebt een puzzelstukje. Ja, maar zie, die deur gaat weer dicht. Daar heb je niks aan. Sleutel ligt er wel nog, maar whatever. Dan zullen we dat puzzelstukje daar moeten pakken, denk ik. Vrees ik. Oké, ik heb hem. Kan ik gewoon weer terugreizen in de tijd, toch? Nee, het is geen groene sleutel, dus dat kan natuurlijk niet. Nee, Rick, je moet wel een beetje realistisch blijven, broers. Oh, man! Kutplant. Kutplant. Oh, nee, het werkt niet voor deze deur. Ik heb een tweede sleutel nodig. Het kan niet anders dan dat ik een tweede sleutel nodig heb, denk ik. Ah, fucking! Fucking! Blub, blub, blub. Kut! Is dit nee! Oh, hoe werkt dit? Oeh, het leuk. Ik leef. Het is goed. Oké, ik hoop dan dat hij beneden nog een sleuteltje ligt. Kijk eens aan. En dan gaan we... Oh, ik vind het ook gewoon zo schattig soms hoe het werkt. Ik vind het schattig om te zien dat mijn duivelse plannen werken. Oké, dan gaan we hier doorheen. En dan gaan we echt gigantisch ver terug in de tijd, doordat ik die ene sleutel weer heb. Trouwens, net hoeft helemaal niet. Ik kan ook gewoon deze sleutel nog een keer gebruiken, toch? Oh, daar ben ik nu ook naartoe aan het gaan, ja. Even een snelheid keer 8 hierop of zo. Is het snelheid keer 8? Is het? Ik weet niet, hoe werkt dat? Ik doe de snelheid wel omhoog, alleen het gaat niet sneller, zeg maar. Wat ben ik aan het doen? Hij stopt opeens ook gewoon weer. Nou, maar ik wil terug! Ik blijf wel gewoon shift indrukken en dan kijk ik wel waar ik kom. Ik wil weer naar beneden in ieder geval. Want dan kan ik die groene sleutel nog een keer oppakken, ondanks dat hij daar momenteel niet meer ligt. Hoe is dit voor... Oh ja, die groene sleutel... Die groene sleutel wordt niet beïnvloed door de tijd. Oh man. Nee. Oh, deze twee planten zijn verschrikkelijk. Definitie van de hel. Deze twee planten. Hoe kom ik dan in een van deze twee sleutels? Ik heb nog een sleutel nodig. Dat is duidelijk. Dus ik moet terug in de tijd. Dat is duidelijk. Ik moet helemaal terug naar die eerste sleutel. Oh kijk, ik moet een min-functie gebruiken. Kijk, nou komen we er wel hoor. Dan moet ik helemaal terug totdat ik weer boven ben. Ja, kijk. En nou ga ik naar beneden. Nou moet ik die sleutel pakken. Toch? Toch? Huh? Nou ben ik in de war. Nou ben ik echt in de war. Ik snap er niks meer van. Oh. Gossie, mossie. Nee, het is niet zo. Ik moet mezelf terug kunnen... laat maar! Sorry dat deze XSO gameplay bestaat uit allemaal half afgemaakte puzzels. Het is dan ook een beetje kut als ik de hele video op dezelfde plek blijf hangen, hè. Dat wil je ook weer niet. Wat moet ik hier nou weer mee? What the fuck, konijnen? Oftewel, ik moet echt gigantisch ver terug gaan spoelen. Daar komt het op neer. Ik moet helemaal terug gaan spoelen dat ik weer bij het begin van de... hierboven ben gekomen. Ja, daar gaan we helemaal bijna. Oké, dank je. Dankjewel. Ik snap in ieder geval ongeveer naar wat ik aan het doen ben. Die doorspoelfunctie is wel fijn. Dat dan weer wel. Daar mogen we dan wel weer eerlijk over wezen. Hey, een puzzel die ik vast niet kan maken. Cool. Toffe verhaal, vriend. Oh man. Spawnkiller. Wijk. Endkiller. Paats. Later, bitches. Lair. Oké, is het een eindbaas of zo? Let's hope so. Oké, dat vind ik niet tof, hè? Wat je nou doet. Hoe werkt dit? Ah, ik heb hem. Hehe. Lekkere cheats. Oh, fuck. Ik probeer in één keer te springen met pijltje omhoog. Ik spring al de hele serie met spatie, maar vandaag is pijltje omhoog. De kleur... Oh, kijk. Wie is dit nou weer? Zo. Oh, wacht. Terug. Kom dan, man. Nee, geen balletjes alsjeblieft. Dat kan ik niet tegen. Ik hou niet van balletjes. Bam, kandelaar op je bakkes. Oké, hij is één helft kwijt. Oké, tof. Kan deze rood nog af? Ja, alleen dan moet het wel lukken. Oké, nou een beetje terug in de tijd. Zitten die kandelaars er weer op, maar hij is wel nog steeds helft kwijt. Dit gaat goed. Ik snap ongeveer wat ik aan het doen ben. Hey, pik. Hou je van kandelaars? Nou, oké, ja, sorry dat ik hem niet volledig op je hoofd kon laten vallen. Misschien moet ik even de tijd terugspoelen en het dan nog een keer proberen. Met een iets betere timing. Oké, ja! Yes, hij is 2 helft kwijt. Oké, hij wordt iets bozer. Maakt niet uit, ik zal even de tijd terugspoelen. Hij is trouwens wel... Oh ja, hij is natuurlijk geenchant. Dus voor hem zijn HP blijft gewoon... Zijn HP wordt niet beïnvloed door de tijdreizen.
Anders zou het een best wel onmogelijke baas zijn. 5 hitpoints eraf met 2 kandelaars. En daar gaat hij weer. Laat de sukkel op. En we spoelen het uit gewoon weer terug. Ja, maar genoeg kun je niet... Kun je dat doen? Kun je gewoon kills om... Nee, want zijn posities kun je niet resetten. Anders had je hem gewoon... Kun je zeggen met dezelfde damage punt die je maakt... De hele tijd blijven resetten. Dat kan dus niet. Nee. Oh man. Je kan wel zijn aanvallen ontwijken. Denk ik. Ja, je kan sowieso resetten. Alleen... Je kan niet zijn aanvallen voor de tweede keer opnieuw doen. Dat is jammer. Oké. Terug. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de klanditie. En boom! Oh, nog eentje. Nog één keer, Rick. En dan ben je de koning van deze eindbaas verslaan. Oké, kom maar. Kom maar, pik. Kom maar met je dikke, groene, glimmende lichaam in beeld. Even niet doodgaan. Oké, cool. Even terug naar een tijd waarin ik niet dood was. Yay! De boss is verslagen. Ik heb hem geowned. Totaal ge... Oh, dankjewel. Ik dacht even dat hij het slot voor me ging openen. Mag hoor. Mag voor mij. IJsthee. Ik summon IJsthee, de ijzigste thee van de wereld. Niet echt waar. Ik heb maar berekend, met allemaal mooie formules, dat IJsthee niet echt de meest ijzige thee in de wereld is. Ja, ik doe gewoon alsof het wel zo is. Om vrienden te maken bijvoorbeeld. Geen idee hoe, maar dat leek me gewoon logisch dat je daar vrienden mee maakt. Om te zeggen dat IJsthee de meest ijzige thee van de wereld is. Oké. Wat doet dit? Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Oh nee. Oh man, het is er weer zo eentje hoor. Ik snap het alweer. Hoe gaan we dit doen? Ja, je moet sowieso terug in de tijd. Is dat in één keer om vanaf hier dan heel snel daarheen te gaan, hendel open te halen en dan terug in de tijd te gaan? Maar ik denk dat je beter andersom kan doen. Zeg maar, als je hem... kun je daar... Nee, daar kun je überhaupt niet op vanaf de onderkant, of wel? Als je voor mij terug in de tijd, dan... Kijk eens aan! Ik kan helemaal niet op, joh. Ik kan wel hierheen, zometeen. Uiteindelijk. Oh, je kan even die trap moet je erop, zie je? Dus je moet hem vanaf de andere kant laten gaan. Mogen dat duidelijk zijn? Het enige wat ik eigenlijk hoef te doen is hier zijn. Oh nee, maar dan val je van die balk af. Dat werkt ook niet. Ik ga nog even overpiekeren en anders dan vergeten we dit stukje gewoon lekker. Alsof het nooit gebeurd is. Dat doe ik graag bij dingen. Oh, dank je. Dank je wel voor de mooie sleutel. Hartelijk bedankt. Echt heel erg bedankt. Oké, dat is niet zo moeilijk. Het is me gelukt. Oké. Hoe krijg ik deze balk omhoog? Is die ooit nog boven geweest of... Geen idee. Oh, stop met dingen schieten. Daar ben ik niet van gediend. Auw. Oké, het eerste balletje ook meteen damaged. Oké, ik trek me alweer terug in mijn grot. Mijn fabgrot. Oké, ik ga gewoon puur op geluk. Oh, ja, mooi. Nice. En naar beneden. Geen idee dat daar een puzzelstukje te halen was. Ik wil het niet eens weten. Ik wil gewoon verder over deze mooie brug. En dan komt waarschijnlijk die gekke dinosaurus weer die zegt... Ja, de prinses is in een ander kasteel. Of ga je nu een andere referentie gebruiken? That was very strange. The princess is in another castle. Princess who? She must be in another castle. Ja, ik weet niet eens wie het is, maar ze is vaster dan een kasteel. Deze game dan niet heel veel werelden, zou je zeggen, toch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat zou best kunnen. Wereld 4. Huh? En dan zit... Wacht even, dan zit wereld... Even checken. Wereld 5. Huh? Waar is wereld 3 dan? Interesting. Of was wereld 1... Welke wereld is dit dan? Ja, dit is wereld 3 en dit is wereld 2 zeker. Ja, echt helemaal in het begin was wereld 1. Kan ik hier ook nog omhoog? Is er nog iets van een geheim of zo? Oké. Apart waarschijnlijk... Ik gok dat je hier alle puzzelstukjes van moet hebben of zo. En dan wordt die trap compleet. Dat is mijn gok van de dag. Ze hebben niet voor niets die puzzels zo'n grote rol gegeven in het spel. Wereld 4. Bla 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 bla. De pit. De pit. Er zit wel veel pit in. De pit. Daar zit wel veel pit in. Oh, hij mimikt mij. Oké dan. Hoe zit je met die sleutel, jongeman? Dat is vet grappig. Hij mimikt mij. Oké, dan terug in de tijd, Rick. Je weet hoe het gaat. En oh, ik ben dikker bij de deur. Legendarisch. Dat was best wel goed, trouwens, moet ik zeggen. Dat was leuk. Dat was helemaal toppie. Oké. Jumpman. Dit is natuurlijk een duidelijke Donkey Kong reference. Referentie. Oké dan.
Oh, deze gasten lopen nog steeds allemaal gelijk met mij. Dat is vet raar. Oh, hoe gaan we dit doen dan? Nou, hoe moet ik hier langs? We komen steeds dichter bij elkaar, manneke. Ja, de enige manier is om er vanaf te lopen. Oh, en dan gaat hij ook weer terug. Oeh. Hé, hey, stop dat mee. Ik neem... Oeh! Ja, ze ploppen ook weer terug het kanon in, dus daar kun je niet zoveel mee. Als ik omhoog ga, gaat hij niet omhoog. Dat is iets. Hè, dat is iets. Damn it! Ik snap het niet! Hoe kom ik hierboven nou? Irritante mannetjes dat het zijn, hoor. Dat zijn het. Ja, sorry. Ik ging even dood door deze man die ik eigenlijk al gedood had. Wacht, misschien is het makkelijker dan ik denk. Ja, kijk eens aan. Je moet je niet laten misleiden. Tadaa! Rick de puzzelstukjesgod. Heeft een puzzelstukje. Nou ja, puzzelstukjesgod. Rick, de man die een puzzelstukje heeft opgepakt en daar best wel trots op is. Oké, dit is wel makkelijk. Lekker je eigen tempootje heet dit. Wordt het... Oh, hier moet je gewoon... Wat? Dit ziet er heel moeilijk uit. Ja, verdomme, moet ik hiermee? Ik loop er rechtstreeks in. Wat? Waar je aan moest, hè? Haha. Ik snap. Oh shit, dit is me gelukt. Oké, klim, Rick. Oh, fucking. Neuken. Neukende. Neukende bommetjes. Wacht, ik moet die kant op trouwens. Ik zie het hier is helemaal verkeerd. Kijk, je moet je zo op en dan batsen en dan batsen. En dan, hé, hey, sleutel. En dan, jee, hey, en dan hoppa. En dan... Wat? Wat? Waarom valt mijn sleutel eraf, maar gebeurt er niks? En even kutslot. Mag ik mijn sleutel terug? Nee, dat mag niet. Oh ja, want het is tijd. Oké, er is wel nog een puzzelstukje daar. Yay! Nou, dan gaan we maar naar het einde van het level. Heb ik weer een of andere kapotte kutpuzzel gemaakt. Hoera voor Rick, de man die niet goed puzzelen kan. Omdat hij altijd maar de helft van de stukjes heeft. Oké, wat is dit? Ik weet niet eens wat het doet. Ik ga het gaan proberen. Oh, waarschijnlijk moet je dat mannetje van jezelf scheiden of zo. Je gaat een bepaalde logica in zitten. Ja, kijk. Je moet iets... Oh man, dat was niet de bedoeling. Sorry man. Ik zou dat mannetje gewoon doodmaken. Nee, want je kan hem niet doodmaken. Dat is het hele probleem. Wacht, op een gegeven moment als jij naar rechts loopt... Dan... Ja, wacht, kijk. Als hij nu naar rechts loopt... Dan kan hij niet meer verder naar rechts. En dan loopt hij opeens naar links toe. Ja, ik begin een bepaalde logica hierin te spotten hoor. En dan denk ik... Ja, wacht, ik moet... Ja? Fucking, nee... Als iemand hier iemand doodmaakt, dan ben ik jou, dan maak ik jou wel dood, vriend. Oké, ik snap het niet. Oké, ik ben eerlijk, ik snap er niks van. Wacht, ik moet even die hemel. Verdomme! Kan hij niet gewoon dood? Please, kan hij niet gewoon dood, game? Ik ben helemaal zat. Oké, Wat? Wat? Waarom veranderen die deuren iedere keer tijdens het lopen ook? Dat snap ik niet. Fucking, ik wil niet dood door dit mannetje. Waarom gebeurt... Nou! Stop daarmee! Arrogante klootzak dat je er bent. Nou, ga ik je pakken. Oh, gaat hij... Nou! Deze game is zo pesterig gemaakt. Gewoon puur om mij te irriteren. Ik snap niet wat ik met deze handel moet. Ik moet hem niet gebruiken volgens mij. Dan kan ik op zijn bek springen. Dit heb ik even nodig. Ja. Oh, dan kan ik er niet op. Ja, hey. Lullig. Oh, dan moet ik terug naar een tijd dat ik er wel op stond, zeker. Oh, dan is die hendel ook weer terug. Nee, die hendel is niet... Nou. Moeilijk? Moeilijk much. Baat. Oké, ja, ik kan hem ook niet pletten ofzo. Als het nou gewoon een co-op game was... I would be so happy. Kijk, zie je, maar dit verandert ook nog eens als ik hier loop. Waarom?
Ik weet niet eens meer wat ik probeer hoor. Denk maar niet dat ik iets snap hiervan. Ja, als je helemaal naar rechts loopt. Ja. Geen idee wat ik aan het doen ben. Wacht. Nee, doe maar. Wacht maar niet. Waarom zou je nog wachten? Ik probeer puur wat in de hoop dat het werkt. Alleen, het werkt alleen niet. Dat is een beetje het hele probleem. Wat gebeurde er ook alweer als ik dit deed? Niet veel. Oké. Het zou fijn zijn als hij gewoon stil zou blijven staan. Dat mannetje. Wat hij ook doet toch, als ik door de tijd reis. Nee, hij blijft gewoon lopen. Stop met tijdreizen, sukkels. Ik ga wel weg hier. Helemaal gaan met deze puzzel. Hunt. Oké. Moet ik gewoon mannetjes doodmaken. Ja, dat vind ik leuk. Alleen dit zijn die irritante mannetjes die mij... Oh nee. Dit mannetje. Oh, dit is zo schattig. Ik kan hem niks. Deze mannetjes zijn... Ja, hey. Ga niet tijdreizen dan. Dat is mijn werk. Hij moest zijn bek springen, maar gaat gewoon niet dood. Kijk, je moet ze van links naar rechts pakken, anders komen ze weer terug. Dat is de wetmatigheid hier. Zie je dat? Tuurlijk zie je dat. Kijk, je bent een heel slim jochie. Ik heb je getraind. Je bent getraind door Sensei Rick. Je moet van links naar rechts, want dat is de loop die de tijd neemt. Hoe kom je sowieso daarboven? Dat is kut! Nee, dat help je niet daarin, nee. Oké, kom maar mannetje. Nee, hij komt natuurlijk ook niet naar me toe. Ik kan hem niet gebruiken om hier overheen te springen, nee. Ik kan deze wel gebruiken. Toch? Nou, ben je dood. Daar heb ik ook niet zoveel aan, man. Ik heb niet zoveel aan als je dood bent. Volgende puzzel. Ik snap er weer eens niks van. Movement by degrees. Ik begrijp trouwens wel dat ik de dingen een beetje zijn element verliest. Omdat ik zeg maar die puzzels niet snap. Maar ja, ik kan nou niks doen dat ik dom ben. Hè? Het is gewoon aangeboren, joh. Oké, dat konijntje heeft vast iets leuks voor mij te doen. Oh, oké. Wee! Doei. Oh, dat is weer zo'n level dat de tijd van links naar rechts loopt. Oké. Kun je ook zien aan die sneeuwvlokjes trouwens. Wup, wup, wup. Oké. Zo te zien hebben, moeten we dat mannetje beschermen. Ja, precies die, ja. Oh kijk, ik moet dat mannetje dus, ik moet voor mij dat mannetje, die ene aan de onderkant, die moet ik langs die planten sturen. Alleen dat konijntje zit ook een beetje in de weg. Die maakt het wat moeilijker voor mij. Ja, ik moet op twee dingen tegelijk letten, zo kut dit. Nee, wacht, nee, terug. Nee, dit is heel moeilijk, maar, kijk, is het voorbij het eerste stukje. Komt die tweede plant. La 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 la. En het probleem is, zijn we dan nog terug hoor. Denk maar niet dat we er gewonnen hebben nu. Oh nee, nee, kut. Nee. Terug. Dankjewel. La 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 sleutel. La 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 la. We komen ergens. Dit gaat goed. Ja. Ik ga heel lang doorlopen. Goed, krijgt het mannetje dan vanzelf die sleutel. Nou, teruglopen en hopen dat hij nog leeft. Als ik hier ben. Oh man. Kom op. Niet dat soort gezeik. Nee! Hij is zijn sleutel kwijtgeraakt. Terug, man. Niet cool, dit. Wat de... Oké. Nu leeft hij weer, toch? Komen die planten allemaal tegelijk omhoog? Ja, toch? Nee, niet. Wat de... Maar gewoon puur op geluk en hoop ik dat hij een keer leeft als ik hier... Ah, fucking stekels. Ja, nou, je moet wel die sleutel meenemen, Frederik. Jemig, wat heb ik nou weer aan jou zo? Oké, ja, het is nog net in beeld alsof hij die sleutel pakt of niet, hoop ik. Nou, niet doodgaan. Nou ben je de tijd gewoon weer aan het hacken, man. Vind ik echt niet tof, dit. Ja, fucking, stop met dood. Ik maak er zelf ook een potje van, daar niet van. En terug. En weer die kant op. Oh, deze game. Ik vind hem hartstikke leuk, maar tegelijkertijd word ik er ook een beetje verdrietig van. Dat is ongeveer, kijk, deze man ga ik dan wel proberen te helpen. Misschien zit daar wat meer hoop in. Nu is het juist dat ik de planten moet besturen, toch? Ja, precies. Als hij naar rechts en naar links loopt, dan trekken die planten in en uit. Nee, verdomme ik.
Fucking plant! Kijk, het begin is duidelijk. Dan loop je naar rechts. Nee, terug. Ah, nee, ik kan die dingen niet redden. Dit moet je in één keer goed doen, ja. Wanneer gaat die uit dan? Die plant gaat alleen als ik helemaal hier ben, zei ik. Fucking! Ja, ik kan er nooit helemaal daarheen komen, jongen. Oh ja, hij gaat ongeacht de tijd. Dus oftewel, ik moet gaan versnellen. Ja, ik snap hem. Oké, komt-ie. Fucking! Nee, ik was te vroeg. Oké, wacht, komt-ie. Nee, fucking! Fucking! Het woord fucking komt erg vaak terug. Het terugkomend thema deze video. Ja, fucking! Fucking! Het zit niet mee. Oh. Ja, dit duurt te lang. Het is wel het idee dat je moet hebben. Je moet hier vandaan komen. Vastberaden en wel. Vanaf dit specifieke... Ja, je moet even wat minder kutten, Rick. Even terug. Je moet in één keer heel snel dit stukje doen. La-di-da-di-da. Hier staan. Dan loop je terug. Nou gaan we het in één keer goed doen, hoor. Ja. Nou, oké, twee keer dan. Je moet het wel bijna direct goed doen, anders dan werkt het niet. Ja, het duurt te lang. Oh man, ik geef het op. Dit was in ieder geval de oplossing. Dat weet ik wel zeker. Ik ga nog één leveltje doen en dan heb ik het... Je wordt movement geamplified, oftewel dus... Hoe meer ik naar rechts loop, hoe sneller alles gaat. Lijkt het op, ja. Oké, het gaat nog goed momenteel. Het gaat nog goed momenteel. Oh, er zit hier een... Nou, daar kan ik helemaal niet heen, joh. Yo. Fucking! Gek mannetje. Hoe moet ik hier ooit onderuit komen, trouwens? Dat is een goede vraag. Oh, zo dus. Oké, er is hier ergens een sleutel. Oh, daar heb je dat mannetje voor nodig, ja. Het gezellige loopmannetje. Wat deze planten... Ik ga net zeggen, die planten hebben nog geen last van de tijd. Ja. Nou, sorry. Mijn fout. Dat was letterlijk mijn fout. Nee, ik wil je niet doodmaken. Sorry! Oh. Gaan we nou zo lopen doen? Voor mij is de tijd nu juist de tegenovergestelde richting. Dus als ik hem weer levend heb, moet ik eerst naar rechts. En dan, ja. Zijn we niet doodgaan door hem? Hij moet ook niet doodgaan door mij. Dit is een beetje... spittig. Oh man. Jongens, ik stop ermee. Deze game is verschrikkelijk moeilijk, vind ik. Als je denkt dat je beter kan, voor mij, wat zal dit ding kosten? 5 euro op Steam of zo. Zeker even halen als je niks te doen hebt, zoals ik nu. Bedankt voor het kijken van deze XO gameplay. Tot de volgende, die een andere keer is. Dat is best logisch, volgens mij. Ja, ik heb mij weer niet het volledige uur, want ik denk dat ik dan mentaal kapot ga. Fucking! Deze video kun je net goed fucking noemen, maar dat is een beetje een rare titel. Want dan heb je geen idee waar het over gaat. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!